ben je op de homepage van de site? Ja. Oké, kun je vertellen wat voor site je ziet? Nou ja, ik heb het al een keer zelf gedaan, dus ik weet het. Het is een portfolio site, dat staat er ook op, van Sander Winkeler, de game artist. Dus ik neem aan dat ik een portfolio ben. Ja, oké. Okay. Wat is je eerste indruk van de site? Heel netjes. En volgens mij, in ieder geval met zo'n groot, weet dat, zo'n grote banner, heb ik meer het idee dat hij een fotograaf is. Dat het een beetje een fotograaf is. Oh ja, oké. Ja. De eerste opdracht is dat je het huiswerk kan vinden van tekenen en dan de opdracht mensen kunnen maken. Huiswerk. Ja, maar het brand is ook een assistent. En dan sta je recht op het beloofd. Huiswerk van tekenen. Ja, en dan opdracht? De menselijke maat. Vandaag. Oh, mens op maat, ja. Oké, ja. Kun je ook vertellen hoe je dit hebt aangepakt? Ik scrolde naar beneden en toen zag ik het in één keer staan. Vind je het overzichtelijk neergezet? Het is meer een soort van Tumblr endless scroll en dan moet je toevallig maar tegenkomen. Wat denk ik wel handiger is, is als je de kopjes groter maakt, zodat dat meer opvalt van je bent. Nu ben ik onder de foto. Kun je de contactgegevens hebben? Ja. Of zijn gegevens? Of, gegevens, ja. Het is niet het formulier. Oh, dan zit ik nu verkeerd. Mij, de game, CV, ja. Hier. Oh, dat is een mooie site, man. Ja, ik heb ze gevonden. Oké, dat is mooi. Wat voor manier zul jij contact opnemen met Sander als jij gegevens? Ja, gewoon via contactformulier. Dus niet telefoon of zo. Ja, dat zou eventueel kunnen, maar dan heb je meer, dan heb je sneller de kans dat hij niet opneemt of zo. En dan dat wil je eigenlijk niet als contactpersoon. En dan wil je eigenlijk gewoon direct iemand kunnen aanspreken. En op basis van als je een mailtje stuurt, dat het dan waarschijnlijk sowieso wordt. Kun je ook vinden wat voor persoon Sander is? Dus, wat voor persoon? Meer hoe hij zelf is dan zijn werk. Ja, bij over mij. Maar hebben we ons kunnen vervolgen dat Nederland was in deze buiten? Ja, about me neem ik aan. Ja. Okay. Dan heb ik nog drie vragen. Ja, Rian Goossens. Ik vond het een beetje raar dat er opeens alleen maar benaderd. Sorry, dat ik was een RIA. Rian Goossens. Dat is een heel schip. R-I-A-N. G-O-O-S-S-E-N-S. G-O-O. SS-ENS. Ja. Okay, wat is je leeftijd? 21. En je stuurrichting? Game Arts. Oké, okay, dat was het. Mag je nu controle? Derde jaar. Nummer 2. 2. Ja.